Ik ben Sophie van de Wallen, zaakvoerder van Service in Real Estate. Wij zijn recent opgestart in Mechelen. Wij zijn een vastgoedkantoor dat graag een volledige service wil aanbieden aan onze klanten. En wij overlopen alles, zowel verkoop als verhuur en het beheer. Maar waar wij uniek in zijn, is de aankoopbegeleiding. Dat is een vrij uniek concept in Vlaanderen, al heel goed bekend in onze buurlanden, waarin dat wij eigenlijk de koper gaan assisteren en begeleiden bij zijn aankoop. Dat kan gaan van een tweede bezoek samen met de klant aan de woning. Maar voor sommige mensen is het zelfs ideaal dat wij meegaan met de zoektocht. Dus dan begeleiden wij hen van aan de zoektocht tot aan de notariële akte, waarin dat we ook de prijsonderhandelingen en dergelijke meer gaan voeren. Dat is heel leuk om te doen, want je werkt op een heel andere manier samen met de mensen. Je bouwt een echte vertrouwensband op. Niet alleen ben ik getraind op het commerciële aspect, wat onontbeerlijk is in de sector, maar juridisch ben ik heel hard onderbouwd. Ik heb ook jaren in het notariaat gewerkt, waar de volledige focus effectief op de juridische basis lag van vastgoedtransacties. Dat mag niet ontbreken bij een onderhandeling, want als je niet weet wat de mogelijkheden zijn, kan je ook heel moeilijk onderhandelen en een overeenkomst maken tussen partijen. Vastgoed zit al in mijn genen eigenlijk. Van kleins af aan ben ik altijd ook al meegeweest met de familie op huisjacht, op zoek naar vastgoed en onroerend goed. Het spreekt mij enorm aan en ik wist eigenlijk vrij snel dat dat was hetgeen ik ook effectief professioneel wou gaan ondernemen. Ik heb de ambitie om de beste makelaar van Mechelen te zijn, daarom niet de grootste, maar de beste. En met die kwaliteitsnorm wil ik effectief verder in de komende jaren.